Een goede dag allemaal. Het is vandaag zondag 14 december 2014. We zitten in wat je noemt in de donkere dagen voor kerstmis. Persoonlijk vind ik dat mooie dagen. Je moet ervan genieten van die laatste 14 dagen van deze maand december nog. Dat gezellige, dat vroeg donkere, dat knussen. En dat is toch eigenlijk iets heel bijzonders. Want straks is januari en dan beginnen we toch weer aan een nieuw jaar. En dat vraagt heel wat van hoe en je weet niet wat dat allemaal brengt, terwijl je van december toch bekend kunt zeggen dat je weet wat het jaar hoe gebracht heeft. Bij de een wat beter, de andere wat minder. Maar daar hebben we het vandaag niet over, want we werden eigenlijk attent gemaakt op het feit dat er vorige week werden er in Nederland maar liefst 15.338 melkkoeien geslacht. En dan zullen ze zeggen als burger misschien, ja, melkkoeien slachten. Waar beginnen ze aan? Een koe die melk geeft, die ga je toch niet slachten? En menig burger zal zich hebben afgevraagd, hoe kan dat nou? Nou ja, het is eigenlijk stik eenvoudig natuurlijk, want een boerenbedrijf, dat is een economische gebeurtenis. Dat moet geld opbrengen. En als je geld opbrengt, ja, dan zij de gauw boer af, zouden wij zeggen in de boerentaal. En wat gebeurt er nou? Ja, kijk, melkquotering die gaat er volgend jaar af. Maar er zijn een heleboel melkveehouders die hebben toch eigenlijk te veel gemolken binnen hun quotum en dan moeten ze daar een boete over betalen. En die boete die is zodanig hoog, ja, dat je dan eigenlijk kunt afvragen, op dit moment blijf ik nog deurmelken met al die koeien die ik heb, met de wetenschap dat ik gewoon te veel melk produceer binnen dat quotum en dat ik een boete moet betalen, dus dat ik eigenlijk voor niks aan het werk ben. Dat ik voor niks met die koeien aan de gang ben. En die kosten me elke dag geld, die kosten elke dag. Die moeten vreten, die moeten onderhouden worden, enzovoort, enzovoort. Ja, en wat schiet er dan mee op? En dan geven die koeien, dan kijkt zo'n boer natuurlijk naar zijn vee. En dan ziet hij dat er natuurlijk beesten bij zijn, koeien bij zijn, die nog zo'n 20 liter melk per dag geven. En nou lijkt dat misschien voor de burger best veel, want 20 liter melk, dat is 20 pakken melk van een liter. Ja, nou, menig burger die zal die per week niet gebruiken. En moet dan zo'n koe, ja, moet die dan weg? Ja, die moet dan op een zeker moment weg, want die is overtollig. Ja, dat is best wel een klein beetje triest natuurlijk, maar ja, de melkprijs is ook ontzettend laag geworden. Dus in dat opzicht zit er eigenlijk weinig anders op dan bij te sturen. En menig melkveehouder die zit dan aan het stuur, maar die ziet de productie van wat hij elke dag of elke week aanlevert. En die denkt, ja, ik moet een beetje stoppen. En het enige wat je kan doen is dan natuurlijk die koeien verkopen. Je kan moeilijk die melk in de sloot gooien. Hè? Dat zou niet kunnen. Maar ja, kijk, van de andere kant is het zo. Op het ogenblik is die melkprijs zo ontzettend laag geworden in vergelijking met bijvoorbeeld een half jaar geleden. Omdat onder andere de grens met Rusland is gesloten. En dan zijn er toch weer melkveehouders. Want we zagen dat van vorige week geloof ik ook op de televisie. Die gaan dan alweer al protesteren. Die waren in Brussel volop bezig. Nederland was er ook bij. En ja, dan moet er wat gebeuren aan die melkprijs. Want zo kan het niet langer. Ja, eigenlijk moeten we dan toch een klein beetje meewarig kijken we naar die mensen. We denken, jongens, los het nou een keer zelf op. En ga niet iedere keer naar Brussel om te vragen dat je dit of dat moet doen. Want zo zijn er natuurlijk ook in Nederland een hoop melkveehouders geweest. En die, ja, die hebben gehoopt op wat ze noemen een zachte landing, zodat ze dit laatste jaar van de quotering toch eigenlijk best een klein beetje meer mochten melken en dat ze daar dan toch de volle prijs voor zouden krijgen in plaats van dat ze zouden worden gekort met die quotering. Maar goed, dat is niet gelukt, dat gaat niet deur, dus wat dat betreft, ja, bleef er dan weinig anders over dat zo'n melkveehouder, die moet dan natuurlijk toch een afweging maken. Wat doe ik met mijn koeien? Moeten ze weg? Ook, hoeveel ga ik eruit doen? En ja, waar gaan ze dan naartoe? En zodoende was er dan ineens zomaar een golf, zou je kunnen zeggen, aan slachtkoeien die naar het slachthuis gingen. Slachtkoeien, en dat waren het melkkoeien, dat werden slachtkoe. En vroeger ja, noemden we dat een worstkoe. Worstkoeien, ja, dat waren koeien waar je eigenlijk alleen maar worst van zou kunnen maken, zou je kunnen zeggen. Grote verschil natuurlijk met een melkveehouder, bijvoorbeeld in vergelijking met een varkenshouder, is dat je jouw dieren, met een koe kun je twee kanten op. He? Eerst melk natuurlijk, want ja, dat is dan toch op zich wel een belangrijk punt. Maar een koe, dat kun je ook natuurlijk aan de vleessector leveren. En bij een varken bijvoorbeeld, ja, heb je maar één keuze.
dat is alleen maar vlees. Dus wat dat betreft heeft die melkveehouder eigenlijk nog twee wegen om een klein beetje te ontsnappen. Ja, en dan heb je natuurlijk de prestatie van een koe. Hè? Want laten we wel wezen, een koe moet presteren. Een koe die moet behoorlijk wat melk geven. En dat die maar 20 kilogram of 20 liter melk per dag meegeeft, ja, dan is die op zo'n moment eigenlijk niet echt meer rendabel bij lage melkprijzen. Het is onderaan net als in de sport bijna, zou je kunnen zeggen. Hè? Sportprestaties, iemand die weinig presteert in de sport, ja, die wordt afgeschreven en die wordt aan de kant gezet. Kijk maar naar de voetbal, hè, waar voetbaltrainers, als dat een aantal keren fout gaat met de wedstrijd en ze scoren niet genoeg, afschrijven, weg, afvoeren. En ja, zo gaat dan eigenlijk ook een klein beetje in die melkveehouderij. En het is toch moeilijk, denk ik. Ik kan me zo voorstellen dat je als melkveehouder bij je koeien bent en je moet er dan een aantal uitdoen omdat ze niet genoeg meer presteren. Kijk, je krijgt natuurlijk als melkveehouder, we hebben het al vaker gezegd, een band met je koeien. Dat is heel wat anders dan met dat kortlopende vee en pluimvee. En varkens en kippen en zo. Koeien, daar ben je een aantal jaren mee verbonden. En eigenlijk niet lang genoeg, want een koe kan oud genoeg worden, maar meestal worden koeën in Nederland niet echt oud. Een jaar 4, 5, 6 na zijn productie, dus in totaal zeg maar een jaar 6, 7. En dan is het gebeurd met die koe, want dan is die niet meer productief genoeg. En ja, als je dan moet kiezen en selecteren als melkveehouder, is dat toch, denk ik, een gaat dat iets aan je hart. Alleen, je moet er wel niet bij vergeten dat het natuurlijk toch tegenwoordig iets anders is geworden dan vroeger. Je krijgt steeds meer bijvoorbeeld melkveehouders die melken met een melkrobot, een automatisch melksysteem, waarbij die melkveehouder die koe in feite niet meer aanraakt. Als je dat dan vergelijkt, zoals je dan vroeger met je koeien omging en je moest ze met de hand melken, dan had je daar iedere dag nauw contact mee. Je had de uiers vast, je molk ze, je zat met je kop tegen die koe, je voelde de warmte van dat beest en je was ermee verbonden. Kijk, nu met zo'n robot, menig melkveehouder zal zijn koeien nooit meer of bijna nooit meer aanraken. Hij staat er van een afstandje naar te kijken en dan is het afscheid nemen misschien van zo'n melkkoe naar het traject van een worstkoe natuurlijk wat minder moeilijk, hè? Dat is toch wel een grote verandering die we hebben meegemaakt. Maar ja, goed, we staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Hè, want dit jaar is bijna klaar en dan in 2015 wordt die melkquotering losgelaten. En dan zou iedere melkveehouder zoveel kunnen melken als die zou willen. Dat weten we allemaal en daar hebben we het al veel over kunnen lezen. Dat zo eenvoudig is dat nog eens niet, want daar zitten heel wat haken en ogen aan vast. Wat mogen de melkveehouders nou wel en wat mogen ze niet? Maar goed, we gaan terug naar die uitstoot van dat melkvee. Of dat nog verder doorgaat, dat zal nog wel natuurlijk. Want men is nog steeds aan het bijsturen om zo min mogelijk boete te betalen vanwege die overschrijding van de melkquotum. Dus die melkveehouders in Nederland zitten nog steeds te rekenen. Hoe kom ik uit met mijn quotum? Ja, en dan ja, die koe, ja, wat gaat ermee gebeuren? We noemden het al een worstkoe. Een worstkoe, ja, dat zegt niet veel, want dat huidige melkvee dat typisch is gefokt voor het melken, dat noemen sommige boeren wel eens kapstokken. Hè? Want die zijn alleen maar gefokt op die uier en op het melk geven en eigenlijk niet op het vlees. Het is dus absoluut niet wat je ook hebt in de melkveehouderij, een dubbeldoelkoe die zowel vlees geeft als melk. Natuurlijk zit er aan die oude melkkoeien zit er vlees, dat is zeker. Maar wat doen ze daarmee? We zeggen het al, het zijn worstkoeien, ze gaan in de frikandellen, ze gaan in het hondenvoer, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk heb je er niet veel meer aan. We zagen een melkveehouder op de tv, die werd gevraagd over die uitstoot van de koeien. Kennelijk had hij niet zo'n beste verhouding met zijn schoonmoeder, want hij zegt, ja, ze zijn eigenlijk alleen nog goed, zegt hij, om een potje gourmet te laten stoven voor je schoonmoeder. Nou, weet ik niet of hij echt een schoonmoeder had, maar het getuigde natuurlijk niet echt van veel waardering voor dat mens. En ik weet ook niet hoe zijn vrouw erop zou hebben gereageerd, maar het was misschien toch maar een grapje. Hè? Maar ja, goed, wat je er wel mee kan doen, dat zie je bijna niet hier in Nederland, dat je van die ribben, van koeienribben, als je die in kleine stukjes laat kappen, en dan zit er nog best wel wat vlees over. Dan kan je een buitengewone lekkere curry van maken. Zonder twijfel. Dan moet je dat moet je dan stoven natuurlijk. En met van alles er nog wat bij. En dan kun je dat zo heerlijk af
kluiven. Als het dan goed gaar is, hou je allemaal van die kleine stukjes bot over. Maar dan heb je een uitstekende maaltijd gehad. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je dan nog van die oude, afgemelkte koeien kunt verkrijgen. Afgemelkt zijn ze trouwens niet, want dat was vroeger toch een koe die eigenlijk absoluut niks meer gaf, die je echt af moest schrijven. Deze koeien die nou naar de slacht gaan, zijn eigenlijk allemaal nog best. En wij in onze westerse wereld, wij denken van een koe die 20 liter melk per dag geeft, dat dat dan niks meer is. Maar er zijn natuurlijk landen waar zo'n koe nog uitermate zijn best zou moeten doen, die dan toch in de top zit nog. Maar goed, wij zetten nou helemaal in de productie van koeien die 10.000, 15.000 liter melk per jaar geven. En dan past zo'n beestje er niet meer in. Maar dan een vrouw, ondertussen ja, is die melkveehouderij nog lang niet klaar met zijn aanpak van wat ze mogen gaan produceren. Grondgebonden, dat is nog steeds het punt. Maar Sharon Dijksma, onze staatssecretaris van Handel en Industrie, dat arme mens, dat krijgt heel wat op de bord. Die moet zorgen dat ze eigenlijk voor het eind van het jaar definitief eens aangeeft hoe dat nou aangepakt moet worden met die grondgebondenheid. Want er zijn nogal wat variaties in mogelijk. Sharon die krijgt heel wat op haar bordje, hè? Dat kun je wel zeggen. Ze blijft eigenlijk altijd best vrolijk. Het blijft altijd toch een klein beetje dat enthousiaste mesje. En nou is ze pas nog weer een ander besluit moeten nemen. Alle wilde dieren in de circussen die mogen niet meer optreden. Kijk, en dan is het niet zo moeilijk. Want hoeveel circussen zijn er nou in Nederland? Dat zijn er niet veel. Dus dan kun je geen grote protesten verwachten. Maar ja, mijn melkveehouders, daar zijn er nog niet mee klaar. Dat zijn toch mannen en vrouwen die behoorlijk weten waar Abraham de mosterd haalt. En dat zal Sharon ook wel weten. En ze zit natuurlijk te worstelen met het feit, wanneer raak ik die knoop door? En wie stel ik dan tevreden en wie stel ik niet tevreden? Mannen en vrouwen, ja, zo is het nou helemaal. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Hè? We zitten vandaag, zoals ik al zei, aan de 14e december. Over een dag of 10, 11 zitten we in de kerst. En dan nog een paar dagen. Ja, en dan is het zover. En dan gaan we het nieuwe jaar in. Maar geniet nog even van deze laatste weken, want dat zijn bijzondere weken. Houdoe en tot volgende week.